Ja, wat bijzonder is, ja, het is een vrij groot project. Het is bijna 50 miljoen aanneemsom. Ja, wat ook bijzonder is, dat het binnenstedelijk is. Maar voor mij, ja, vind ik het bijzondere de geschiedenis eraan. De geschiedenis van de stad, de bouwkunst. Het is een oude school, een oude ambachtsschool die gebouwd is in 1918. Ja, die heeft veel doorstaan, crisis, wereldoorlog. Op het eind nog een stukje corona. Ja, en dan om zo'n historisch pand met zoveel herinneringen, zoveel... Ja, geschiedenis te verbouwen naar, ja, naar woningen, naar appartementen, zodat het weer een eeuw mee kan. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, en ook de combinatie dat aan de achterkant op het schoolplein, dat we daar ja, een parkeergarage in maken van 2x2500 vierkante meter. Dat we dus 2 meter dieper hebben gegraven als de bestaande palen onder het pand. En ja, dat we daar een jaar hebben gestruggeld met water, met CSM-wanden, met heipalen, met beton. Ja, en dat we nu op dit moment bezig zijn met, ja, met de eerste verdieping, de tweede verdieping, de wanden. Ja, dat is fantastisch om ja, die combinatie te hebben. Ja, tot en met ja, alle detailleringen, oplossingen, installaties. Ja, dat maakt het werk mooi. Ja, we zijn heel trots als West-Fries ja, familiebedrijf. En ja, voor mij is het echt of dat er één bedrijf is. Het is nooit hun en ons. Het is echt één, dat is de VOF. Dat is Scholtens Toekomst. Want eigenlijk ken ik Scholtens niet en ook Toekomst niet. Ik ken maar één bedrijf en dat is de VOF Scholtens Toekomst. Want we kunnen dit alleen maar samen maken en ja, alleen ken ik het niet. Dus ja, samenwerking is heel belangrijk hierin en dat gaat ook heel goed.